Heeft Mathieu Wegman gelijk? Leiding geven aan professionals niet doen. Bestseller van Mathieu Wegman, waarin slechts één ding staat waar ik het volstrekt mee oneens ben. Dus dat valt op zich nogal mee. Ware het niet dat dat ene ding als titel op de voorkant staat. Namelijk leiding geven aan professionals niet doen. Marketingtechnisch heel goed gevonden, maar het probleem is dat managementboeken vooral cadeau gegeven worden. Dus ze worden gekocht om cadeau te geven en managementboeken worden eigenlijk nauwelijks gelezen. Managers lezen nu eenmaal niet zo goed, in ieder geval niet zoveel. Als 1% van alle boeken die Mathieu verkocht heeft ook daadwerkelijk gelezen zijn, dan mag hij echt in zijn handjes knijpen. Maar heel veel managers hebben zijn boek, al dan niet cadeau gekregen, wel in de kast staan. En dus worden ze elke dag geconfronteerd met de titel van het boek. En denken nu dat je beter geen leiding kunt geven aan professionals. En de gevolgen daarvan, die kom ik dagelijks tegen. En die zijn zo hier en daar niemals, kan ik je vertellen. Als je naar de inhoud van het boek kijkt, dan zegt hij eigenlijk iets heel anders. Hij zet, en wat mij betreft doet hij dat schitterend, hij zet vooral uiteen hoe je adequaat sturing geeft aan processen waarin voornamelijk professionals acteren. Dus heeft Mathieu Wegman gelijk? Tegen die enkeling die het boek gelezen heeft zeg ik volmondig ja en tegen alle anderen zeg ik volmondig nee. Volgende vraag.